dit is een heel mooi klein laagkrekje. Dus heb je een sportauto waar geen normale krek onder kan, dan moet je een lage krek hebben. De Tona heeft deze ook. Gaan we hem in elkaar zetten. Dat is eigenlijk heel simpel. Die vast. En dan is hij eigenlijk al operationeel. Met de klok mee, dan sluit je de boel op, zodat de krik omhoog kan. En draai hem tegen de klok in, dan zakt hij weer. Nou, je kan hem ook makkelijk bewegen onder de auto, zoals je ziet. Ja, als je afvraagt waarom zit het rubber erop, dat is hiervoor, dat de lak niet beschadigt aan de auto. Ja, dan heeft hij contact. En mooi hoog. Nou, langzaam openzetten. Hop, en daar is hij weer.